hier op It's Ultrex, de enige echte, die momenteel het ontzettend koud hebt. En dan zou je denken, hè Marco, moet je kijken hoe je erbij loopt. Hoe kan je het nou koud hebben? Nou, ik sta hier op de Landstoep in Rotterdam. Werd het eigenlijk steeds kouder en steeds meer regen en bewolking. En ik ga dan dood hier ook. En ik moet op keuvel door flesjes. Moet ik nou godverdomme weer boos worden? Dus ja, ik heb het niet naar mijn zin. Ik waai een beetje weg hier ook. Terwijl ik hier, oh zo, ring. Dus ik weet niet wat daar aan de hand is. Nou, ik heb mij toch allemaal schelen. Ik heb mij toch verrot, ja. Ja, aan ruime woorden gewoon. En ik sta gewoon helemaal niet alleen met mijn puppy hier ook. Het is toch niet leuk meer? Gelukkig geen fout bij me. Nou ja, dat scheelt wel weer. Nou, even een ontzettend mooi beeld hoor. En daarom wou ik dit even vloggen. En eigenlijk, met dit weer erbij. En deze ontiegelijke zwarte lucht die je ziet van de regen. Ja, maakt het eigenlijk, eigenlijk nog mooier. Ik stop met lullen. Of nou ja, ik ga nog even. Het is wel een ontzettend mooi beeld. Van de Landtong in Rozenburg. Hier aan deze kant. Van Holland. Dag Kevin. Ik zal even naar Kevrijd zeggen. Dag Kevrijd. Die vent zit me daar aan te kijken in die witte auto van. Maar ja, kunnen wij toch maar verrot. Ik ga weg. Ik ga dood hier. In ieder geval Hoek van Holland. Oh, Marco, ga je spoileren? Nee, ik ga niet spoileren. Oh, ik ben tof. Ik heb het zo koud. Ik ga dood hier van de Stena-lijn. Wat een mooi schip zeg. Het is echt mooi. De Stena-lijn. En ja, het is al ontzettend mooi hier hoor. Echt. Een mooi plekje. Ik heb mijn eigen alles eigenlijk al gehad. En daar zit meneer de jager die woont daar, hè? Meneer de jager. Ik zie hem niet. Het zou wel lachen geweest als hij met zijn kaart van een joe. Maar dat is niet zo. Maar
voorbij. Koud zeg. Gaat dood hier ook. Oh, wat ben ik blij dat ik even lekker in mijn autootje zit. Zo, je waait hier gewoon echt helemaal weg. Hè? Ik ga gewoon even de auto ga ik even aan de andere kant zetten. Met de neus de andere kant op in ieder geval. Kijk. Dan heb je wat een mooie beeld van Hoek van Holland en zo. Hoek van Holland City. Kijk. Hier heb je hem. Hoek van Holland City. Nou, is toch wel ontzettend mooi. Ik moet wel even mijn ruitenwisser aanzetten. Dan zie je elke keer een ruitenwisser ertussendoor. Schiet ook niet op. Ik doe even mijn raam dicht, want het is ontzettend koud hier. Oh. Min 10. Maar ja, het is echt ontzettend mooi. Je moet je kijken van de omgeving, jongens. Oh, oh. Dan zie je hier nog een vuurtoren, zie je. En een reddingsboei. En ik voor allemaal wat je allemaal ziet. Maar ja, nou heb ik alleen één probleem. Ik kan in ieder geval nu geen foto plaatsen van waar ik ben. Want dan is gelijk de verrassing eraf. Want dit was natuurlijk een verrassing eventjes. Ik wou de locatie nog niet afgeven waar ik ga. Volgende locatie wordt ook mooi. En ja, daar ga ik ook lekker gewoon even helemaal geen ene bal over vertellen. Want het is gewoon leuk om voor de grap... ga maar rijden, jongens. Waar ga ik de volgende rit weer naartoe? Hè? Ik heb al een klein spoorletje gegeven. Of niet, of wel. Je weet het allemaal niet. Maar dit is in ieder geval de landtong, jongens. Ja, hier aan de overkant is Hoek van Holland. En ik denk dat je daar bij die drie torens... Ik weet het niet zeker, maar volgens mij had je daar ergens het strand. Misschien zit in een van die drie torens, een van die vier torens... Misschien Kevin wel. Zou wel grappig wezen. Maar in ieder geval, dit is wel echt een mooi plaatje. En kun je nou tenminste ook gewoon vloggen. Zonder dat je die klerenwinter elke keer doorheen hoort. Want je bent gewoon helemaal dood van de wind hier ook. Maar het is hier echt ontzettend mooi. Ik ga daar de auto nog even een stukje draaien. Voor een stukje naar het Botlek toe. Ja, en dan moet ik toch even kijken van... Waar zou ik nou die foto maken voor die op Twitter? Als ik een foto maak zo en dat je het water ziet en je ziet deze achtergrond, dan ben je wel heel gauw de Sjaak te zeggen. Al heel gauw mensen zeggen dan van ja, hij is bij de landtong. En dan hebben ze het snel geraaien. Ik moet eigenlijk een moeilijke foto maken, maar ik weet even nog niet zo gauw. Waar ik dat ga doen. Maar dan ga ik nog wel even verzinnen. Of ik ga wel even een fotootje terugmaken. Kun mij het verrotten. Ik wil naar huis. Nou jongens, en hier heb je dus de Europoort kant. Allemaal van die hele mooie grote schepen allemaal. Kijk, er komt nog een hele mooie grote Joekeloeris voorbij. Eens even kijken. Kijk, daar komt hij hoor. Dat is wel ontzettend leuk. Ja, als je echt van schepen houdt, dan moet je echt eigenlijk deze kant op. Want het is echt wel een ontzettend mooie plek. Ja, het is jammer dat het even is begonnen met regen. Ik zal even, zo, even mijn ruitenwisser even aan en uitzetten. Het is echt jammer dat het regent. Maar het is hier echt een hele mooie spotplek voor mensen die van boten houden. Van boten! Dus, terwijl het inmiddels harder gaat regenen, in ieder geval... Maar dat is wel ontzettend mooi, jongens. Ik ga toch eventjes een klein stukje terug, eventjes even een rondje draaien. En dan zet ik hem even bij de Steenalijn neer. Steenalijn die vanaf Hoek van Holland vertrekt. Kijk, daar heb je, daar haai je hem toevallig hoor. Daar haai je hem toevallig. Oh. Daar haai je hem toevallig. Daar haai je hem toevallig. Even snel, want er komt een auto aan. Wat denkt de Sjaak? Zo, zet ik hem gewoon even zo neer, zo. Kijk eens even, jongens. De Steenalijn. Ah, dit gaat wel. Kijk eens even. Wat een bakbeest, hè. Ongelooflijk, wat een bakbeest. Steenalijn. Connecting Europe.
Ja, het is wel ontzettend mooi hier, hoor. Ja, het is een beetje een korte vlog, maar in ieder geval hoop ik dit jullie wel even laten zien. Want dit is toch ook wel een van de mooie plekjes die je kan bezoeken hier in deze regio waar ik vandaan kom. Hier gaat nog een boot voorbij. RES.EU. Ik weet bij God niet wat het zou betekenen. En dat is dan Hoek van Holland, hè, in de verte. Hè, dit, daar ligt Hoek van Holland, jongens. Ja, dat is Hoek van Holland, hè. Ja, daar heb je het dan, hè. Daar heb je hem dan, hè. Dus, ja. Ik vond het wel even leuk. En jeetje, wat een pakbeest, zeg, hè. Wauw. Ik denk dat hij wel weer richting Engeland vertrekt. Meestal van die stenenlijn is hij dan wel naar Engeland. Dus dan stap je op de stenenlijn. En dan de andere dag ben je in Engeland. Blijf je nachten overnachten. Ik doe het niet meer. Ik heb het één keer gedaan. Toen was ik kotsmisselijk in die boot. Maar de andere, en dan in ieder geval doe je s'avonds check je in. En dan kan je nog kiezen uit een soort vliegtuigstoel of je kan ook gewoon een cabine nemen. Dan heb je ook een bed. En dan ben je de andere dag ben je in Engeland. Dus dat is wel ontzettend leuk. Het gaat echt hard regenen. Maar goed, dit was in ieder geval de vlog, jongens. Ik hoop dat jullie dit even leuk vonden. Ik vond dit wel even leuk om te delen. Dus ja, dit was de vlog. Ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Ik vond het wel even leuk om dit even te vloggen eventjes. Ik zou zeggen, vonden jullie deze vlog leuk? Laat even een berichtje achter in de comments. Lijkt me wel ontzettend leuk. En natuurlijk niet dat blauwe duimpje vergeten natuurlijk, hè. Want blauwe duimpjes vind ik wel leuk als ik die krijg. Als je nog niet geabonneerd bent, abonneer natuurlijk op It's Ultrex. Druk op het belletje, dan worden jullie op de hoogte gehouden. En druk dan op het veetje, klik het veetje aan. Dan word je op de hoogte gehouden als er weer een nieuwe video of livestream is. En dan kan ik alleen nog maar zeggen, de groetjes van deze kant. En ik spreek jullie allemaal snel weer bij een nieuwe vlog hier op mijn kanaal. De groetjes allemaal en jullie weten het allemaal. Skabadi, skabadoe, skabadabadoe.